in 1988. In Rusland wordt Mikhail Gorbachev president. Ja, leven de perestroika. In Afrika krijgen ze te maken met een heuse sprinkhanenplaag. Eentje zoals het in de Bijbel stond. 1988 is ook het jaar waar voor Nederland, als je het mij vraagt, een hele belangrijke overwinning werd geboekt door het elftal. We werden Europees kampioen. Hans van Breukelen. Ik weet het, jongen. 1988. Rusland. Belanov met de bal in de 16 meter. Wat gebeurde er? Nou, allereerst wordt op een gegeven moment een bal gekopt en die komt aan de zijlijn. Ja, ik was zo scherp als een mens. Kijk, die man was niet gevaarlijk. Die had daar vandaan nooit kunnen scoren. Maar ik had zoiets van, nou, ik tik die bal corner. En als je dan goed kijkt, dan klopt die timing. Alleen doordat ik als het ware voorbij hem snij, maakt hij gebruik van mijn duik en valt neer als een sterren van de zwaan. En die scheidsrechter trapt erin. Dus het was een overtreding? Nou, laat me even uitpraten als je het niet erg vindt. Jij weet als keeper dat als jij op een gegeven moment naar de grond gaat en je gaat echt voor de bal, ja? Dat iedere slimme spits die bal langs jou heen tikt en zichzelf haakt in jouw handen. Ja, wij pakken hem weer. Ja, hij kende hem dus inderdaad. Wat ken je als penalty killer? Wat maakte je nou tot zo'n goede penalty stopper? Ik denk dat het allerbelangrijkste was de voorkennis. Ik had een oud trainer, Jan de Reker. Als hij televisie zat te kijken of een toernooitje volgen, dan schreef hij altijd namen op van mensen die ze namen en in welke hoek ze schoten. Dus eigenlijk is het makkelijk. Van Breukelen. Van Breukelen. Linksboven. Klaar? Oh, wat een redding! Geweldig! Zie je wel? Linksboven. En het vingertje van Breukelen, want dat is altijd gebleven. Ja, maar het gekke is, Quint, is dat dat eigenlijk heel onbewust gebeurd is. Ik weet nog dat wij terugkwamen en toen zag ik allemaal mensen langs de kant staan. Als ze mij zagen, dan gingen ze inderdaad dit maken. En later pas zag ik terug dat ik zo groot voor die penalty met mijn kop op televisie was en dat ik dat gebaar maakte. Tijdens zo'n Europees kampioenschap heb je niet in de gaten wat het losbrengt in Nederland. Mensen maakten niet uit welke club ze supporterden, welk geloof ze ondersteunden, welke huidskleur ze hadden. Het maakte niet uit, we waren één grote familie. En dat vind ik nog steeds het absolute mooiste moment wat ik als voetballer heb mee mogen maken. Oh! Soko, soko!